luister naar alles op zijn kop. DJ. Een bijzonder goede avond. Hebben we zin in een feestje? Ja, toch wel, toch wel. Wij hebben hier aan mijn rechterzijde hebben wij ook gasten zitten. Dat zijn geen wielrooiers, maar dat zijn Roren Schutters en Roren Schutterinnen. Ja. Ook jullie graag welkom. Ik hoop jullie op een hele fijne avond te beleven hier. Ik heb twee mededelingen. Eentje die is niet zo prettig. Er is een optreden afgezegd. Ja, dat is jammer, hè. De Wielse Vrolly. Die zijn van de week aan het oefenen gegaan. Ze waren een kwartier aan de gang. De eerste vrouw moest naar het ziekenhuis. Wat bleek dag van oor. Dan zitten er ook nog 4 meter hoefijzers omhoog op het moment. Dus die doen het niet mee vanavond. Ik geloof dat spectaculair zijn als je nou de eerste keer oefenen al zo'n keer gehad en zoveel blessures oploopt. Dan hopen ze met elkaar al hier te zien. Een volgend iets, en dat is ook even belangrijk voor degenen die meedoen aan de optocht. Ja, de optocht. Ja, dat duurt nog heel lang, maar toch heel even een mededeling over. Wij hebben gemeend dat we iets anders aan te gaan pakken. Het inschrijven blijft gewoon op de zondag. Je krijgt geen startnummer mee, dan krijg je hier uitgereikt op de zaterdagavond naar de kerk. Het is de bedoeling, je krijgt dat ook nog allemaal in de circulaire. Het is de bedoeling dat je de slogan die op de kar of die je meedraagt, dat je die op een briefje bij het aanmelden erbij zet. Daar gaan we zaterdagavond iets leuks mee doen, midden carnaval. We hebben het thema een ballersbal hebben wij eraan gekoppeld. En we gaan kijken of dat we daar ook een leuke avond van kunnen maken. Nou zijn er altijd mensen die hebben de zaterdagavond nog ontzettend veel werk om dit ding af te krijgen. Ik kan de lamp helemaal niet zien waar de meulenhoek zit, maar dat is ook zo'n clubje. Ja hoor, je vuurwagen zit er al in. Ja, die zijn op zaterdagavond nog altijd schilderen. Je kunt de kar gewoon meebrengen, de verf mee, maak hem hier gewoon af, dan laat hem staan, is hij lekker weer, dan dreugt hij goed, is hij zondag ook klaar. Goed, ik denk dat wij maar eens gaan beginnen. En dat doen we niet zonder dat we hier de prinsen, onze eigen prins en de prins van de Roren Schutters naar binnen komen brengen. Dat doen we met twee stukjes muziek die Erik klaar heeft staan. En we doen dat ook apart. Want ze hebben ieder eigen muziek. De prins der wielrooiers. We weten het inmiddels. Hij heeft geen paasjes, maar hij heeft chickies. Dat gebeurt iedere avond. Dat wij op pad zijn wel iets kapot. En het zal me beneden wat het vanavond is. Maar zijn de kettingen zijn kapot geweest. De vieren hebben die al gebroken. En de staafmixer hebben het begeven. Wielrooiers, wielrooierinnen. Stotten maar eens eens. God maar eens verstaan. En halen we daverend applaus naar binnen toe. Mensen Chickies, SME, Ingeborg, Myrna en Iris is hier voor jullie, Prins Frank de Nerste!
gemaakt. Wij hadden de collega van Frank uit het Roren Schuttersregen binnen. En hij is prins. Hij is niet alleen prins. Hij is ook nog koning. Ja, dat kunnen ze niet anders zeggen. Hij kan niet. Hij is koning van Heumen. Jawel, frikandelle koning. Hij heeft twee charmante paardjes bij hem. Claudia en Kimberly. Ook voor hem komen we even staan. En hij heeft ook speciale muziek klaar. En ook hem halen we met applaus naar binnen toe. Prins Marik, de eerste der Rode Schutters. Ik ook niet. En jij traint de F1? Zeker.
Nou, en kredemies. Dus dan hebben we toch wel wat dingen gemeen, zo in her en der, hè? Dus dat is wel heel voordeel. Kijk, want dan heb ik geen motto meer om jou uit de grond toe gelijk te maken. Weet je wat wij gaan doen? Ik ga je ergens onderscheiden. Dat doe ik een heel lekker kort een stukje. En dan gaan we je rustig een pilsje pakken dan. We zijn daar. Ja, dat lijkt me een heel strak plan. Nou. Denk het ook. Zo is dat. Goed, ik ga even onderscheiden. En dan wil ik tevens alvast gelijk de organisatie van vanavond boven hebben. Want die pakt natuurlijk gelijk mee. Want er is een helskwijt geweest om deze avond te organiseren. En ik heb geen zin in dat geleut er achteraf allemaal. Dus ik wil ze nou gelijk op het podium hebben in de crisis. Dan denk ik, kunnen we straks lekker een feestje bouwen. Helemaal goed, Frank. Geef mij de microfoon maar. Ik word helemaal mooi aan het onderscheiden. De commissie die hier verantwoordelijk is voor de organisatie. Frank die wil ze al meteen naar voren hebben. Jan en Maya, Lilian en Rob, Peter Brok, Frank de Wild, Lisanne Jette, volgens mij heb ik ze dan alle zeven gehad. Die mogen hier even naar voren komen. En als die hier met z'n allen mooi op een rijtje staan, ja, dan heeft best wel een applausje waard. Ze gaan weer gewoon naar achteren toe, want ze hebben nog heel veel achter te doen. Ik vraag nogmaals een applaus voor de organisatie, want het is ontzettend veel werk. Dank jullie wel. Goed, jij hebt de dingen gedaan, Frank. Marik, jij hebt ook zin in een feestje. Dan zou ik zeggen, Erik, een mutemasker. En dan gaat het hele gevolg. Begint ze met het gevolg van het podium af. En dan zoeken jullie mooi een plasje in de zaal. En geniet van deze avond. Zet die twee mensen hierheen. Ze weten allebei wat een feestje mogen is. Ze komen uit een echte feestbuurt. Maar hier staan ze vanavond met knikkende knietjes het podium op, maar dat is zo afgelopen. Ik vraag jullie aandacht voor de presentatoren van
en Joris Jansen. Goedenavond allemaal. Als allereerst roerend bedankt voor jouw aankondiging. Welkom prins Frank ten Eerste. Ja, wij staan hier in het grote licht te kijken, dus we zien gelukkig niet alles. Gastvereniging de Rauwe Schutters. Prins Mark, ook jij... kunnen jullie zien, dat wij het echt niet kunnen zien vanaf hier. Dames en heren, we hebben vanavond 9 optredens. We hebben ze vanmiddag even bekeken in de generale repetitie. En er zitten echt fantastische dingen tussen. Het is een heel klein dorpje met geweldig veel talent. Het programma duurt tot 1:00 of 11:00. En dan wordt hiervoor de boel omgebouwd tot dansvloer. En jullie moeten allemaal blijven zitten. Er lopen ovens rond, die voorzien jullie van drankjes. En er liggen briefjes op tafel, dan kan je opschrijven wat je wil hebben. En dan wordt het geregeld. Ongeveer dus na 1:30 zal er al een klein beetje verbouwd worden. Dan krijgen we een beetje dansvloer en waar we het rustige feestje verder kunnen bouwen. Een aantal huishoudelijke regels voor de nooduitgangen achterin, hiervoor en aan de zijkanten. Graag de telefoons allemaal uit of in ieder geval op vliegtuig stelt, zodat we dus optredens door daarheen kunnen hebben van hebben. Dus de grote vraag is of jullie allemaal mogen blijven zitten. En dan kunnen we nu dus ook echt beginnen met het eerste optreden. En het eerste optreden dat komt van een aantal jonge meiden. Je zou ze zo terug kunnen zien in de voorrondes van So You Think I Can Dance. En voor de oudere heren onder u, denk een beetje aan de richting, want het spat voor het podium af. Eentje is er niet bij, dat is Sam. Sam die is aan het skiën. Ja, met een lange lat in het groene gras denk ik, maar goed. Daar kunnen we hier vanaf hier ook niks aan doen. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Move It!
zien jullie graag nog een keer terug. En dan gaan we naar de tweede act van vanavond. Vorig jaar hadden we een Hollands bruidspaar. Dat was voor het eerst. Als en Piet Giers. Het was een beetje in de soep gelopen. En het was hartstikke zielig, want Als die werkt 52 weken per jaar, 6 dagen per week, keihard. Toeleven naar het carnaval elk jaar weer. En dan ben je met het carnaval, ben je bruidspaar en dan ben je ziek. En dan kan je niet op de wagen. Gelukkig was het Diana, die in is gevallen, maar het was natuurlijk hartstikke ziek. Het Hollands bruidspaar. De volgende week is een robuuste schilder die in zijn vrije tijd graag met schoolreisje meegaat, zijn kinderen ophaalt als hij tijd heeft. En ja. Dat. Verder is het vandaag zaterdag en is het tijd voor de dinsdagmiddagcommissie. Ik weet ook niet zo goed wat we dat, ja, hoe dat bedoeld is. Maar goed, de dinsdagmiddagcommissie. Een robuuste schilder voor jullie. De eerste Hollandse bruiloft met de dinsdagmiddagcommissie met Piet en Hans Geerts als bruidspaar. Hey, het was een hele gezellige middag met leuke optredens en waarin hun kinderen onder andere ons een heel leuk kijkje gaven in hun dagelijkse leven. Piet en Hans, nogmaals bedankt. Waar zitten jullie eigenlijk? Daar of niet? Ja? Hey, hartstikke bedankt dat jullie ons die sprong hebben durven te wagen om een nieuwe draai aan de dinsdagmiddag te geven. Applausje graag voor Piet en Hans Geerts. Goed dat het een succes was, dat blijkt wel dat we niet lang hebben hoeven zoeken om een nieuw bruidspaar bij elkaar te krijgen. En ja, ik kan jullie wel een aantal dingetjes vertellen over bruidspaar. Als eerste, de bruidegom is een oud heerser van ons Middelbaarsrijk. Is muzikaal, kan ook goed toneel spelen en denkt nog steeds dat hij goed kan voetballen. Ten tweede, pa, zitten? Ja. Gaat het mis, jongen. Gaat het mis. Ten derde, de bruid is daarentegen thuis de heerser en beschikt over een zeer goed talent als toneelspeelster. Ook heeft ze al meerdere keren een boekje open gedaan over menig mens hier in de zaal tijdens optredens met de carnaval. Goed, laten we verder even een kijkje gaan nemen naar een filmpje, zodat jullie kunnen zien wie het nieuwe Hollandse bruidspaar is dit jaar. Erik? Schat, zou je met mij willen trouwen? Hé, hey, Muk, doe eens normaal, ik sta hier. Oh, ik heb het wel niet op mijn dag dat ik hier stond. Schat, zou je op 9 februari nog een keer met mij willen trouwen? Natuurlijk, schat. Beste wielboers en wielboerinnetjes. Wij zijn vanavond bij het allerlaatste concert van de Maal. En anders hadden we jullie persoonlijk uitgenodigd voor onze trouwdag op 9 februari. Want dat kennen wij al precies 30 jaar. We hopen zeker dat jullie er dan wel zullen zijn. Tot dan! En wij zijn er ook! En goed, graag zien jullie allemaal dinsdagmiddag, tijdens Hollandse middag, graag hier, hier in het dorpshuis. We gaan er een leuk feestje van maken met hun als bruidspaar. En natuurlijk ook met hun getuigen, Jan en Anja Olen. Die zijn ook heel
helaas voor hen, want die zijn ook bij het afscheidsconcert van Normaal. Wat kan ik nog zeggen over de kaartverkoop? We volgen nog nader bericht. Als er eventueel mensen zijn die zich willen beschikbaar stellen als verkooppunt, kijk hier er ook een gratis waakhond bij van Loet Aerts. Dus neem daar even mee. Goed, ik wens jullie allemaal een fijne avond en tot ziens. Voor muziekje, dat betekent dat ze klaar zijn. Ik wil het niet meer zeggen dat ik het heel bijzonder vind dat het zo'n dorp, zo'n klein dorp, de hele zaal vol zit. Dat gewoon het halve dorp hier zit. Ik weet niet of we nou klaar zijn of niet. Krijg ik ergens een bestemming? Ja! Jan, ja, ik kan hem maar op. En jongens, en hier de prins. Ik heb nog nooit in de Raadse zon een populaire prins zien als van Frank. Zo'n populaire prins hebben we nooit gezien, of wel? Er wordt zelfs ingebroken hier in mijn kaartjes te komen en hier binnen te mogen zijn. Trouwens, kunnen jullie mijn huur, hè? Jan Benat. Koos van Haren. Toon de Loze. Kunnen jullie mij verstaan? Dan kan iedereen mij verstaan. Tja, ik zal me haar voorstellen. Trouwens, Lianne, ik heb het ook. Leuk dat je er bent, meisje. Ik zal me haar voorstellen, mijn naam is van gisteren, Jozef van gisteren. Vroeger heb ik hier een timmerbedrijf gehad. Zie ik het nog wel. Jozef Timmerwerk, ik heb nog ergens een reclamebordje staan. Zie ik het nog van vroeger. Jozef Timmerwerk, meer dan 2000 jaar ervaring. Zit in? Weet het nou? Ja, ik ben er wel gepensioneerd, maar ik doe wel eens een klusje wel. Hier in dorpshuis of bij de kerkpastor gewerkt. Leuk klusje. Samen met je schilder, weet je best. Die grote en dikke. Ja, weet je nou? Ronnie Jansen, een hele aardige, man. Heb ik fijn mee geklust, echt. We waren lekker bezig. Ik heb die pastoor, Alois, binnen. Toen zegt de schilder tegen hem, Alois, als wij nou niet in de hemel komen, hè, dan kunnen we geen man meer in de hemel. Misschien kunnen wij allemaal voor jou doen hier. En dat doet trouwens maar niet in de hemel, zegt die schilder. Oh nee, zegt Alois, waarom niet? Dan kan ik helemaal niemand. Maar die pastoor, die begint toch een beetje te twijfelen aan zijn geloof. En in de mensheid. Want dan hij tegen Piet en Trent Broekman gezegd, heb vertrouwen in God. Maar hou wel een deur van je huisje op slot. Tja. Het is een hele gedoe. Had het trouwens gehoord van Jolanda Jansen. Die kapster. Heel lief vrouwke.
Hier moet je kappen, ik kom er aan joren. Jongens, je gaat toch niet vanavond iedereen voor de gek zitten houden? Bemoei je mee, man! Ja, ik noem verder geen namen, maar er waren mensen die moesten geknipt worden. Die dachten, nou dat kan. Ik ga er zitten, die beschort hem. En die dachten, begint te knippen. En ze keken naar die schort. Het zal van die oor zijn zeker. Ziet elke keer dat ding zo omhoog gaan. Dan heb ik een nood meegemaakt op die landen. Maar dan leer ik hem af te spelen op. En die vriendje in een borstje en die mappen die vent op de kruis. Zo zit je voor Jansen, kost ze wel een eind brul. Ons verrier zei tegen mij, Jozef, je hebt al jarenlang de plan gehad om ooit in een kiosk te bouwen hier in Den Haasel. Ook in de Jartijsestraat op dat grote veld. Daar had ik het altijd over gehad. Dan worden we er hard voor maken, zegt ze. En wordt het tenminste nog iets hard. Jozef, zo kan het wel weer. Bemoei je toch niet mee, man? Maar ja, dan kun je meer verkiezen, dan moeten we een vergunning hebben natuurlijk. Dus ik zou de schoen aangetrokken en een afspraak gemaakt met een ambtenaar in Malden. Ik helemaal met de fiets naar Malden. Ja, ik weet het goed, Walter, met de fiets. Ja. Nou mensen, ik ben daar heel goed ontvangen door Malden. Ik kom binnen, ik had mijn verhaal verteld. Zegt Jozef, lees een koffie tegen, zegt hij. Nou, dat is wel. Ik zeg, pak dus alles niks. Nee, ze kan voor mijn ring gesproken. En dan is het mooi geweest, Jozef. Ik snap niet wie jullie allemaal tegen die ambtenaren hebben. Die mensen doen er geen niks. Dus ook niet mijn vergunning regelen. Ik had wel een schets gemaakt van het ding. Ja, dat was weer niet goed zat. Ik moest maar naar huis om een tekening te maken. Nou, dat is goed. Ik weer met de fiets naar huis, Walter. Ja, ja, niet dat ik zo graag fiets, maar ik ben namelijk een rijbewijs kwijt. Ja, toch een zaterdag. Onze Maria gaat een boodschap doen in Overhaasel. Je moet vrij even mee. Dat is goed, ik die auto win. Ik krijg een broekstout, kijk in het spiegel. Oh, kut. En de motor gaat achter mij. Dat wordt aanhouden. Jawel hoor. Aan de kant. Dit doet de gut, hè? Joris, Peter, dit doet de gut. Rijbewijs inleveren. Zo, meneer, vergissen ze allemaal helaas. Nou, dat valt er wel mee. En die krijgt hier 80 en je mag maar 50. Dat is helemaal niet waar. Ik rijd nooit te hard, zeg ik. Zegt die van mij. Joost, ik niet kwats, ik rijd die altijd te hard. Aan de bij ga ik wel niet. Ja, die ga ik wel in, die deed ik net af toen jij me aanhield. Jozef zegt van mij, je draagt nooit geen gordel. Ik zeg, als je naar de keuken die even dicht houdt, zou ik hem daar dicht timmeren. En de politie zegt, is hij al zo agressief? Nee, dat valt wel mee, dat is alleen eens gezogen net. Ja. Maar we waren gebleven. Ik moest naar Malden toe, hè? Met die tekening. Ja. Dat was al wel beter een tekening, maar ze zagen liever dat ik een maquette ging maken. Weet ik even wat een maquette is, Piet? Dat is een groot ding, maar dan een klein. Zo, zoiets. En die heb ik gemaakt. Wil je hem zien? Ja, precies. Dan moet ik af van Wels Maria wel, hè? Dat is mijn verbeld. Dat is mijn verbrande ding. Ja, mijn. Ik heb deze week toch zo'n maquette gemaakt van de kilo's. Kun je even komen brengen? Geen tijd. Ik zou toch maar even doen als ik al was. Ja, dat ding is zelfs hoor, ja. Dan vroeg Maya maar of je op haar en meteen komen, ja?
Goed. Ja, goed volgen, hè? Jozef, zo kan je wel weer, hè? Kijk eens, hè. Het was neer hier. Ja, is dat een mooi ding of niet? Zie je wel staan in het groot hier op Inzakt Tegenstand? Ja. Maar waar moet nou een kiosk aan voldoen? Het moet in ieder geval een mooi ding zijn, ja? En het moet ASO-proef zijn. Want het moet wel van degelijke materialen gemaakt worden. Vooral met die jeugd van vandaag dag. Kijk, en dan moet er een stevige vloer in zitten. Want stel nou, wat gaat je nou zijn duo XXL? Als je hier begint te springen op die vloer, dan moet het wel idee gek zijn, hè? Want ze zijn al gewichtige jongens te zijn. En dan moet natuurlijk een goed dak op zitten. Want stel nou dat de vloedkids hier een optreden geven, hè? Die mensen moeten wel druk staan. Nou stond die wel niet gauw dreug, ja. Dat ze je knieën wil ver, vertel ik je. Niet dan? Maar na 20 keer op en neer rijden, ga je toch met vergunning, mensen. Maar dan heb ik een volgende probleem. Waar wordt het geld vandaan? Hoe moet er nou in die raadsel geld gaan halen of gaan schooien, net hoe genoemd wilt. Dan denk je eerst aan bedrijven. Ik dacht, een groot bedrijf op je assen toe. Ik gooi een Piet Geerts. Voor degenen jullie die de Piet Geerts en Ans niet kennen, die hebben het grootste autobedrijf van Neder-Wassel. Die hebben een showroom, prachtig. Een werkplaats, splinternieuw. En een service, daar had ik nergens. Ik kwam van de week nog. Ik had een lamp gekocht van de auto. Kom binnen, deur los. Maken, verkosten. Kost hier niks voor Piet. Hey, bedankt Piet nog, hè? Zo goed reclame. Ja. Maar toen, op die goede dag naar Piet toe. Voor de sponsoring natuurlijk. Kom ik toch in die showroom. Wie kom ik tegen? Onze Peter. Peter is de zoon van Piet en Hans, voor de duidelijkheid. Zeg, moet ik op de bouw zijn? Ja, eigenlijk wel, maar hier is de koffieautomaat. Ja. Zeg, is jullie pap thuis of jullie man? Ja, en die is op de toren. Ik zal hem daarvoor over. Nou, ik vertelde mijn plan dat ik een kiosk kon bouwen hier in de Haansel. Nou, ze waren razend enthousiast, zoals ik twee mag zeggen. Kreeg 15 euro. Schiet niet echt op, maar alweer is moeilijk. Ja, waar moet er nou nog meer naartoe, hè? Ik had verschillende bedrijven gehad, ook bij de melkveehouders. Gezellige ovenen, veel gedronken en gegeten, maar ik dacht, toen kreeg ik geen landbraal, hè? Ik dacht, in 1600 ongeveer zijn de gildes opgericht. En die zijn bedoeld om arme mensen te helpen. Ik dacht, daar moet ze zijn. Dus ik heb een afspraak gemaakt met een veelzitter. Toen kwam ik achter dat Wim van Dander was. Ik dacht, van gisteren, die subsidie, kun ik het mooi afschrijven, dat wordt helemaal niks. Want van dan aan iets weggeven, heb je nooit van gehuurd. Maar nog een studie van de gemeente gekregen, nog wat bedrijfssponsoring. Mensen, ik ga je het geld bij me voor. En een vergunning. Wat vond je het woord van Maria? Ziet er goed uit voor de leeftijd, of niet? Dacht ik. Die heb ik namelijk leren kennen met schatsen. Ja, zo ging dat vroeger. Je moest er vroeger op uit om mij te zoeken. Die jeugd doet allemaal via internet. Of niet, heer Faam? Ja, geen niet. Nou, ik zal wel een voorbeeld stellen. Walter, waar had ik hem leren kennen? In Duitsland? In de dierentuin. Ja. Nou, wie dat was? Waar hebben jullie hem komen leren kennen?
Een fietshok. Oh. Toch hier op de carnaval weer gevallen. Aan de masker op. Ja, of in het café, ja, een kop in de boog had, eerst volgens mij niet. Maar hoor zo, die nou. Zijn vrouw, ja, kan het, maar jij. Hoor zo, die nou. In de kroeg natuurlijk, dan zat hij altijd in, dus. Ja. Jozef, zo kan het wel weer. Kan het wel weer? Nou, zoals ik zei, ik heb mijn vrouw leren kennen met schatsen. Ja. En ik wou al zwanger weer van afzien komen. We hebben vergunning en we hebben het geld, maar wie zou mij nou willen helpen om dat ding te bouwen in het echt? Dan noemde een paar namen op zo. Barbara Thijssen, Cor van de Boogaard, Cuné van Tilly, ik noem het zo. Heb nog meer mensen mij willen helpen? Niet al natuurlijk. Dat zeg ik eerlijk. Ron, word eens wakker. Zit u weer te dromen? Gaat u weer verslapen? Kom er eens uit. Verrek. Hey, tot ziens bij de kios.
Hij had altijd van die vreemde opdrachten. Zo moest hij een keer kijken of daar in ons appartement een grote zwarte leren stoel zou passen met roze kussentjes erin. Ik snapte er niks van. Stevie, dat was onze fly half. Hij was dik. Dik! Stevie mocht altijd na het frietbakken de pan uitlikken. En Stevie, die had ook een bijbaantje bij de McDonald's. Nou ja, dat was vooral voor de doorgroeimogelijkheden.
En dan had je Tony. Tony, dat was onze winger. Dat zijn die snelle jongens, hè. En Tony was een computergek. Hij was zo'n computergek, dat als hij een mooie meid zag, dan zei hij, kijk, dat is een lekker wifi. Tja, onze Tony. Als hij dronken was, dan kon je wel met hem lachen, hoor. Dan kreeg hij wel altijd last van een spraakgebrek. Dan kon je de letter L niet meer uitspreken. En als hij dan aangehouden werd, dan zei hij altijd U tegen de politieagent. En de derde, dat was onze John. John was onze scrum half. Och man, die kon tackelen. Maar daardoor was hij wel een paar voortanden kwijtgeraakt. Als je bij hem een heel broodje in zijn smoel duwde, dan kwam het er gesneden weer uit. En John, die kreeg een chance met een hele grote Papua-vrouw. Zo'n hele grote. En die nam hem eens een keer mee naar ons appartement. En toen ze naar binnen wilde gaan, hè, toen bukte ze om haar schoenen uit te doen. Want ze was natuurlijk bang dat die schoenen vies werden. Nou, toen keek ik zo eens tegen die billenpartij aan. En toen zei ik tegen Stevie. Ik zeg, Stevie, ik weet zeker dat die zwarte leren stoel met die roze kussentjes hier niet past. Ja, ik weet nog dat wij een keer hygiënecontrole kregen bij ons in het appartement. Toen die kerel binnenkwam, toen keek hij eens rond en toen zei ik tegen hem, ik zei, kijk alsjeblieft maar niet naar de rotzooi. Hij zei, ja, maar wat moet ik dan naar kijken? Hij pakte eerst uit het keukenkastje een fles. Hij zei, dit heb ik werkelijk waar nog nooit gezien. Een fles schoonmaakmiddel met schimmel erop. Ja, hij was erg geschrokken. Dus ik liet hem even zitten op een bankje. Dat kon hij een beetje bijkomen. En daarna ging hij naar de koelkast. Hij zei, kijk, hier word ik nou wel blij van, hè. Een schoteltje met camembert netjes afgedekt met folie. Ik zeg, camembert? Ik zeg, nee man, dat is een hamburger. Maar goed, begin dit jaar moesten we beslissen in kwalificatieduel spelen voor het duel voor het WK en dat moest uit bij Papua-Nieuw-Guinea gebeuren. Een land bekend van het cannibalisme. Ja, menseneters. Die derby die is altijd spannend en die lui die deden er alles aan om dat duel te winnen. En onze coach die had al gezegd van, hey, hou ze in de gaten, want ze lusten jullie rauw. Nou, dat zou wel loslopen, want mijn vrouw Dolly die zei nog tegen mij, ga jij maar lekker rugbyen, hè? Je bent de laatste tijd niet te pruimen. Uiteindelijk hebben we prima pot gespeeld, gewonnen natuurlijk, en ik liep alleen in die wedstrijd wel een open beenwond op. Dus ik moest daar naar het ziekenhuis. Lig ik in een bedje met mijn been omhoog, staan er allemaal van die papa's op het bed met een stukje brood. Of ze even mochten soppen, want ze vonden mij echt om op te vreden. En naast mij lag een vrouw te bevallen en het kind was amper geboren of de dokter die vroeg aan haar, moet ik hem inpakken of eten we het hierop? Ja, net gekomen van de schrik, vraag ik even later, bibberend aan zo'n arts van, hey, hoe zit dat nou? Werken hier nog steeds kannibalen in het ziekenhuis? Nee, zei hij, dan moet je met een korreltje zout nemen. Die werken hier niet meer, ik heb gisteren de laatste opgegeten. Ja. En alsof dat nog niet genoeg was, werden we op de terugweg nog omsingeld door zo'n stam kannibalen. We moesten allemaal 100 van dezelfde vruchten zoeken, want anders zouden we toch weer opgegeten worden. Ik kwam als eerste terug met 100 bosbesjes. Toen moest ik die van dat staanhoofd allemaal in mijn kont stoppen, zonder te lachen. Ja, dat ging eigenlijk best goed, maar bij het 99ste bosbesje schoot ik toch nog in de lach, zeg. Net voordat ik in de ketel werd gestopt, zegt die stamhoofd, die zegt van, waarom begon je nou te lachen, man? Je was er bijna. Ja, zei ik, ik zag net onze aanvoerder uit het bos komen, maar 100 kopersnoten. We wisten te ontsnappen
En terug in Nieuw-Zeeland reden we van het vliegveld naar huis, komen we een moe uitziende Maori tegen en we bieden hem een lift aan. Nou, wat over koetjes en kalfjes te hebben gepraat, ziet die Maori bij mij op de achterbank een papieren tas staan. En hij vraagt wat erin zit. Ik zeg, dat is een fles goede Nieuw-Zeelandse wijn en die heb ik voor mijn vrouw gekregen. Zo, zei Maori, dat is een goede ruil. Nee mensen, ik hou heel veel van mijn Donnie en ik ben ook bar vergevingsgezind. Ik zei laatst nog tegen Donnie, heb ik ooit alles tegen jou gezegd dat ik die stoofschotel bij jou zo lekker vind? Nou, toen keek ze me heel verlekkerd aan en ze zei, nee, dat heb jij nog nooit tegen mij gezegd. En toen zei ik, waarom zeg je die dan elke week weer voor mijn neus? Maar toch, dat moet je ze nageven, vrouwen luisteren veel beter dan mannen. En vrouwen hebben alles ook veel eerder door dan mannen. Want mijn vrouw weet nou al dat ik volgende week haar verjaardag vergeet. Ja, dan even helemaal anders, hè. Wij rugbyers, wij gokken nogal veel. En Tony die vroeg eens aan zijn vrouw, wat zou jij nou doen als ik een prijs in de lotto zou winnen? Nou, zei ze, ik zou de helft opeisen en je dan direct verlaten, want ik ben je spuugzat. Fantastisch, zei Tony, ik heb $12 gewonnen, hier heb je $6 en nou opzouten. En zo hadden wij na de training eens een potje zitten pokeren om geld. En toen had Stevie toch $500 verloren. Hij greep naar zijn borst en hij viel dood neer langs de tafel. Uit respect voor hem zijn we gaan staan en toen was de vraag, wie gaat het zijn vrouw vertellen? We deden Lucie verstrekken en ik moest het slechte nieuws gaan vertellen. Die anderen zeiden nog tegen mij van, dat ik vooral vriendelijk moest blijven om het niet nog erger te maken dan dat het al was. Ik zei, jongens, laat dat maar aan mij over en ik naar het appartement. Ik klop aan en zijn vrouw die riep door de deur wat ik moest. Ik zeg, Stevie die had net $500 verloren met het poker en nou is hij bang om thuis te komen. Zeg hem dat hij dood kan vallen, schreeuwde ze. Ik zei, ja, ik zal het hem vertellen. En zo belde ik ook eens aan bij mijn tante, met mijn lieve tante. Ze woont hier vlakbij het stadion en ik stond voor de ingang. En toen gaf ze via zo'n speaker aan wat ik moest doen. Ik woon in appartement 301. Dus druk op het paneel naast de deur met je elleboog op 301. Dan laat ik je binnen. Kom naar binnen, ga rechts naar de lift en druk met je elleboog op 3. Nou, als je dan uit de lift komt, dan moet je meteen rechts en bij de eerste deur, ja, dat is nummer 301, daar woon ik, en dan druk je met je elleboog op de deur. Ik zeg, ja, dat klinkt toch wel makkelijk, maar waarom moet ik elke keer met die ellebogen op die knoppen drukken? Hoezo, zei ze, kom je met lege handen? Tja, en dan mijn Dolly. De dag voor het Interland tegen Schotland stond ik met Dolly bij ons in Wellington voor de etalage van een lingeriezaak. Hing er zo'n BH met een kaartje eraan, £18. Vroeg Dolly, hoeveel is dat omgerekend? Ik zeg, 9 kilo. Ja, weet je, het maakt ons rugbyers geen zak uit of dat je nou knap bent of lelijk. Maar onze vrouwen willen er altijd zo knap mogelijk uitzien. Weet je wat ik ben gaan doen? Ik ben gaan drinken. Eigenlijk alleen maar om mijn vrouw nog aantrekkelijker te maken. Ja, ze heeft mij ook wel eens $100 voor een schoonheidsbehandeling gevraagd. Toen heb ik ze $300 gegeven. Maar ja, nou lig ik in een echtscheiding met Dolly. Want onlangs bleek dat ze al 2 jaar lang een buitenechte relatie heeft met mijn beste rugbyvriend Billy. Maar het ergste is, die gozer die bleef maar ontkennen, hè. Hij zei, maar ik ben jouw beste vriend helemaal niet. En mijn zoon Bartje Junior, die kwam pas eens thuis van school en die vroeg aan ons, is overspel soms een Olympische sport? Nou, Dolly die zei, Bartje, luister nou eens, manneke,
bij overspel zijn er geen winnaars, alleen maar verliezers. Ja, toen zei ik, maar deelnemen is soms belangrijker dan winnen. Over winnen gesproken, wij spelen ook wel eens tegen de Duitsers. Dat is altijd een makkie. Kijk, die voetballers die klagen altijd dat die Duitsers vaak in de 89ste minuut nog een belangrijk score doen, hè? Een belangrijk doelpunt maken. Daar hebben wij dus nooit last van bij rugby. Weten jullie waarom dat is? Ah, een rugbywedstrijd duurt maar 80 minuten. Mensen, de wedstrijd gaat zo beginnen. Nog even één laatste verhaaltje. Een paar weken terug in de finale tegen Australië stond ik in een scrum en ik keek zo eens waar rond om me heen en ik zag bij Richie, onze aanvoerder, nummer 7 op zijn rug staan. En toen vroeg ik hem waarom er ooit zo'n horizontaal streepje door de 7 is gekomen. Hij zei, dat is gekomen toen de allereerste Maori-leider het volk toesprak en de 10 geboden voorlas. Toen hij bij het 7e gebod kwam, toen zei hij, jij zult de vrouw van je naaste niet begeren. Toen riepen ze met duizenden tegelijk, streep de 7 dan maar door. Hakka, tabakka, houdoe. Allemaal mee. Ja. Gewoon even meekijken, meedijnen, meezingen. Jullie kunnen dat vast allemaal.
kan ik zien. Maar, Maartje, ja. Die ervan. Die prins daar. Ja. Ons Frankje. Ja, ik vind hem natuurlijk een hele leuke prins. Ja, goed. Net als vorig jaar had ik weer al mijn geld op de tennis gezet. Ja. Maar ja, elk jaar staat hij op de lijst. Maar ja, ik geloof echt niet dat hij dat doet. Ja, ik denk dat ik me daar zelf ook bij neer moet leggen. Want ja, ik vind dat veel te leuk als het niet eens een keer wordt, hè? Dennis? Maar ja, goed, ik blijf erbij. Ik vind het een hele dag. Zo jong, lekker jong, knap. Oh, daar droom ik van.
wel leuk. Ja, ze doen het echt goed leuk mee. Ik wou iets mee. Ik wou meer bestaan als jullie, dus dat is eigenlijk altijd jammer. Ja. Maar we staan hier ook met z'n tweeën. Ja, we staan met z'n tweeën. Ja, ik vind dat wel een beetje jammer. Ik heb er wel een oplossing voor. Ja? Ja, dat die prins met die grote bek hier maar zegt, kom staan. Ja, waarom zou je er maar één nemen als je er ook twee kan krijgen? Ah. Wij tussen twee prinsen? Oh, kom maar hier, of moeten wij jullie komen halen? Maar wij missen namelijk nog een paar muzikanten. Kom maar, ja. We missen nog een paar muzikanten. Kijk, we hebben wel een oplossing voor, hè? Maar we hebben wel een toetan. Maar geen muzikant. Jij kom maar eens bij mij, Frank. Hier. Prinses. En een trompet, een mooi toetertje. En gewoon de twee. Ben je nog maar iets? Ja, hè? Nee. Gewoon ex-blazen. Op de maat. Komt goed. Komt helemaal goed. Ja, gewoon nummer 1 weer. Kim.
Oh, daar met de rode voice. Oh, mooi. Ja, dat doet ze keigoed. Ik vind eigenlijk wel dat we ze een beetje toezingen. Een hart onder de riem. Ja, een hart onder de riem steken. Een beetje bemoedigen. In deze keer. Nee. We moeten wel wat chiques aan doen, dan. Ja, dat lijkt me wel. Nou, ja. Ja, laat maar op. Nee, dat snap ik dan helemaal. Het is gezond als je er allemaal aftrekt. Het gaat eigenlijk ja, dat is dit, Marjan. Ja. Nou, dan gaan we beginnen. Deze is voor Janna. Stand by your man. Champions door de luidsprekers op het
veld. Jip en Janneke champagne uit de kampioensbeker. Helemaal fantastisch. Wat vooral zo leuk was met Joza. Iedereen langs het veld, die moedigt alleen maar gewoon zijn eigen kinderen aan. Er is nooit grappeland, er is helemaal niks aan de hand. Het is hartstikke leuk. Dat even over de FV. De volgende eind. Ja, dat is de jeugdvriend. Hartelijk applaus voor de jeugdvriend. Die receptie schijnt 5 uur te duren, dus die compilatie past precies in één keel.
gaan het ook hebben over al die avontuurtjes met al die vrouwen van jou. We zijn heel veel in de kroeg geweest samen en bijna overal waren er wel een paar vrouwen seksueel aangetrokken tot jou. Maar ja, je legt het af tegen mij, hè? Dat snap ik wel niet allemaal, maar natuurlijk als je mij zo ziet staan, onweerstaanbaar. Maar goed, in elke kroeg waren eigenlijk alle vrouwen seksueel aangetrokken tot mij. Op een enkeling na. En die enkeling die niet seksueel tot mij aangetrokken was, daar hebben ze een apart woord voor bedacht. Lesbies. Ja goed, de eerste keer dat ik Frank leerde kennen was op de basisschool. We zaten bij elkaar in de klas en op een gegeven moment vraagt de juffrouw aan ons, aan de hele klas, van wie is er hier allemaal voor Ajax? Nou, iedereen steekt de vinger op, behalve ik en Frank. Dus de juffrouw die vraagt aan Frank, voor wie ben jij dan? Nou zegt Frank, ik ben voor de Joza, want dat zijn mijn ouders ook. En die juffrouw die natuurlijk pedagogisch verantwoord en die zegt, ja maar Frank, moet je niet zelf een eigen mening gaan vormen? Want als je alles maar klakloos overneemt van je ouders, dan komt dat niet goed met jou. Wat zou je bijvoorbeeld zijn als jouw moeder een hoer is en je vader drugs verslaafd? Nou zegt Frank, dat is heel eenvoudig, dan zou ik supporter van Heumen zijn. En daar staat voor, gewonnen of verloren, gevochten zal worden. En dan denken jullie natuurlijk allemaal dat 52 staat voor het jaar van oprichting. Maar dat is niet, dat is ons gemiddeld IQ. Ja, en Frank is ongeveer een jaar of drie terug, denk ik, ongeveer lid geworden. Daarvoor heette wij nog GOV GZEW 73. Jullie zullen je misschien afvragen, hooligan worden, dan moet je, ja, waarom doe je dat? Wat is er nou een kostbaar leuk aan? En op zich, ik kan die vraag, kan ik me wel voorstellen. Maar als je naar mijn ouders kijkt, dan kon het niet anders dan ik hooligan zou worden. Dat is echt. Mijn moeder komt namelijk uit Knokke. En mijn vader uit de Gooi effectstreek. Dan kun je wel zeggen dat het hooligans zijn die met de paplepel is ingeslagen. Ja, en ook als je naar mijn vader kijkt, hè, er is geen agressievere voetbalkijker dan mijn vader. Elke week, zondagavond om 7 uur, zit hij voor die tv. En dan gaat hij er goed voor zitten en dan zegt hij, sla die vent toch op zijn bakkes, schop hem onder het grond, breek zijn been, steek die vlag maar in zijn reet. En dan moet je allemaal nagaan, hè. Op dat moment dat hij dat zegt, is alleen maar Smees nog maar op tv geweest. Ja, onze hooligans, Rinus Michels, is natuurlijk ons grote voorbeeld. Hij zei ooit, voetbal is oorlog. En dat nemen wij letterlijk. Maar, Frank, we willen wel heel graag een misverstand hier uit de wereld helpen, hè? Nee? Nou, ik wil hem toch wel doen. Want al die mensen hier, die denken dat wij als hooligans het alleen maar leuk vinden om te vechten met supporters van andere voetbalclubs. Maar dat is helemaal niet waar. Wij vinden het ook best wel leuk om een keer te vechten met supporters van andere sportverenigingen dan voetbal. Zo waren we ooit bij de golfclub op Alverna en daar hebben we even een clinic afslaan gegeven. Vervolgens zijn we naar de staatsbaan gereden en hebben we even laten zien dat in principe elke straat te gebruiken is als klapstraat. En tot slot gingen we naar de wielervereniging. De wielervereniging één tandje erbij. Nou, toen we terugkwamen heette die wielervereniging twee tandjes minder. Ja, wij als hooligans proberen ook vaak onze club de Joza te helpen.
En dat doen we dan als we aan de wedstrijd moeten voetballen, gaan we proberen om die scheidsrechter te imponeren. Ze moesten we laatst voetballen tegen Overasselt. Wat vind je van Overasselt, Frank? Zo? Daar kennen we een liedje van, zingen we nou niet. Maar wij proberen dan die scheidsrechter te imponeren. Zo zijn we dus in Overasselt geweest. En in Overasselt gebruiken ze nogal eens een keer een eigen scheidsrechter uit Overasselt. Hé, hey, Jantje. Dat is een kleine, dikke, kale. En zijn moeder, dat is echt de Patty, bruid van Overasselt. Nou, drie keer raden welk liedje er gezongen wordt. Kale Jantje, je moeder is een boer inderdaad. Maar goed, dat vonden ze niet zo leuk bij de jongens daar in het bestuur. En dan heb je in de Omni heb je een voorzitter, Bram Hofmans heet die, irritante advocaat, die denkt het altijd beter te weten. Gaan we het niet over hebben, maar die zegt, dat liedje mogen jullie niet meer zingen. Ik heb een alternatief voor jullie. En ik heb hem opgeschreven, tenminste Bram heeft hem opgeschreven, want onthouden kan ik hem niet. Kijken waar ik hem heb. Het liedje was dus, Kale Jantje, je moeder is een... Boer, ja. Maar dat is nou geworden. En dan even allemaal opletten. Hé, hey Jan, die ondergemiddeld is qua lengte en bovengemiddeld qua gewicht. Met je terugtrekkende haargrens. Je moeder is een dame die tegen betaling seksuele handelingen verricht bij gefrustreerde mannelijke inwoners van Overasselt. Nee, dat is maar een piepo die Bram. Die denkt dat wij dat kunnen onthouden met een IQ van gemiddeld 52. Dat gaat ons niet lukken. Wij zijn... Nee, dat gaat ons niet lukken. Dat moet ik eerst nog zeggen, want wij kunnen helemaal niet dat soort liedjes onthouden. We proberen nog wel eens de weef in te zetten bij ons, bij GOVGZEW52. Maar daar zijn we maar mee gestopt, want er is niemand die foutloos van 10 naar 1 terug kan tellen. Wij zijn meer van de simpele liedjes. We moesten ooit een uitwedstrijd spelen en wij staan daar aan de kant van het veld. Een man of 60 denk ik, dat we ongeveer waren. En aan die overkant van het veld, daar grenste aan een kerkhof. Nou ja, Frank is bij de handje. Wat ging ik toen zingen? Weet je het nog? Te stil aan de overkant. Ja, wat een grafstemming, ja. Dat kon je wel zeggen, ja. Maar wij van GOVGZEW52, die gaan ook nog wel eens een keer naar toernooitjes toe. We waren bij een toernooitje geweest en na het toernooi kom ik teruglopen bij de bussen. Maar ligt er midden op straat ligt er een naakte vrouw. Ja, dat is raar natuurlijk, hè. En ik pak mijn petje van de Joza en die leg ik over die linkerborst van die vrouw. Vervolgens komt er iemand uit Heumen. Ik weet niet of die hier zit, maar die doet de Heumen petje af, legt hij op de rechterborst van de vrouw. Vervolgens een supporter van Overasselt. Petje af. Legt over de poes van de vrouw. En vervolgens als laatste, Frank weer natuurlijk, overal nog even moelen. Frank komt daar langs, kijkt eerst onder de Dioza-petje, onder de Heumen-petje, denkt nou, grote jessels. Maar vervolgens trek je dat petje omhoog, hè, van de poes van de vrouw, van Overasselt. Jij schrok, hè? Dat was de eerste keer dat er geen lul zat onder het petje van Overasselt. Prins Frank, Frank de W, alias de Waldman. Geertje M. Kun je Geertje M niet? Hey, is het erachter? Geertje, ga staan. Geertje, ga staan. Oh, Anke Stutt al. En als laatste, de vijfde aanhouding, was degene die zowel binnen als buiten de lijnen alles omzaakt wat hij maar tegenkomt. Henrik T. Frank, weet je wat ik trouwens hoorde in de gevangenis? Dat Henrik T. die wil niet meer zo graag hooligan zijn, die zoekt het hoger op. Schijnt bezig te zijn een terrorist te worden. Weet je hoe ik dat weet? Dat bij mij drie gevangenen, Ali, Ahmed en Mohammed, en die zeiden, die dames van de Tunis, die zijn echt de bom. Maar goed, wij hadden daar dus gereld, vijf aanhoudingen en we kregen een taakstraf.
en mocht in een andere vereniging gaan begeleiden met een groepsuitje. Ik werd de Schraakclub. En ja, wij met de bus mee naar een of ander congres, Frank en ik gaan daar zitten. En op een gegeven moment komt er zo'n vrouwtje tegenover ons zitten en die pakt zo'n rijspelletje schaken. Nou ja, wij moesten mega schaken en vooral Frank eigenlijk. Ja, Frank en spelletjes. Schaken is een denksport. Dus, ja, dat is lastig. Ja, dus Frank snapte er helemaal niks van. Hij snapte er echt helemaal niks van. Totdat die vrouw zegt, jouw koning staat als mijn loper, dus dan mag je mij slaan. Nou, Frank die wordt wakker. Die zegt, weet jij dat zeker, vrouwtje? Ja, dat weet ik zeker, zegt ze. Dat zijn de regels. En die regels moet je niet veranderen, jij mag mij slaan. Dus Frank die staat op. Die rekt zich even goed uit. Stroopt zijn mouwen op. En die slot dat toch vol op de bakjes. Wat denkt hij? Schaakmat. Ja, en toen het verdere verloop van dat busreisje, hebben we nog even de bus een goede make-over gegeven. Zo zijn wij, binnen no time hadden we die bus omgebouwd van 52 krappe zitplaatsen naar 163 ruime staanplaatsen. En denk je nou dat die chauffeur dankbaar was? Hij was kwaad. Hij was zo kwaad, hij belt de politie op, dus wij komen uiteindelijk bij dat congres terecht. En ja, er stond al op ons te wachten, de debiele eenheid. Dus wij stappen die bus uit, lopen zo'n debiele eenling voorbij, met zon en reet. Zon reet had ze. En niet te geloven, Frank bij de hand zoals die is, met zijn Brabants accentje. Dan zegt hij, godsamme, geen pet en toch bereden politie. Ja, zij kwaad. Zij is zo kwaad, Frank moet gefouilleerd worden. Op een gegeven moment voelt ze in die zak van Frank, voelt ze iets zitten. Waar is dat? Dat is een beugel voor je tandjes. Nou, haal hem maar uit. Frank haalt dat ding eruit en ze zegt, dat is een boksbeugel. Ja, zegt Frank, ik heb ook niet gezegd dat het voor mijn tandjes is. Nou goed, Frank heeft op een gegeven moment ook besloten om het ook wel hoger op te gaan zoeken en niet zo ver als Tunnis tot terrorist, maar hij wilde graag snel geld verdienen. Werken doet hij niet, dus ja, dan moet je iets anders gaan doen. Hij wilde een bankoverval gaan plegen. Ah, lukte hem vrij aardig. Hij komt die bank binnen, eerste kluis maakt hij open, geen geld. Wel drie potjes yoghurt, eet hij op. Tweede kluis, precies hetzelfde, geen geld, wel yoghurt. Kluis 3, geen geld, wel yoghurt. Hij komt de volgende dag komt hij heel teleurgesteld bij mij aan. En hij zegt, wat ik nou toch meegemaakt heb, kom ik een bank binnen, kom ik drie kluizen binnen. En ik ben geen cent rijker geworden. Ik pak de krant, leg hem onder zijn neus, in koeien letters. Opmerkelijke inbraak bij de spermabank. Het is niet vaak, soms wel. Hij zegt van nou ja, die inbraak bij de bank, dat is niks geworden. Laat ik maar eens op een andere manier proberen om snel het gevoel te hebben dat ik rijk ben. Ik ga een tatoeage zetten, zegt hij. Ik snap dat niet helemaal, maar ja goed, ik denk, hoe kun je met een tatoeage nou snel het idee hebben dat je rijk bent? Nou zegt Frank, dat is heel simpel. Ik heb een briefje van 50 op mijn lul laten tatoeëren. Ik kan er de hele dag mee spelen. En het mooiste is, ik zie het ook nog regelmatig groeien. En ik vind het helemaal niet meer erg als Kim aan mijn geld zit. Ja, beste mensen, ik ben niet zo van die tattoos. Het schijnt tegenwoordig helemaal in te zijn bij hooligans en zo, maar van mij hoeft dat niet. Alleen mijn vriendin, die heeft één hele mooie tatoeage. Die heeft een tatoeage van een schelp. Die boven aan de binnenkant van de been laten tatoeëren. Die tatoeage die is zo echt, dat is niet normaal. Die is zo echt, als je oor tegen die tatoeage aanhoudt, dan ruik je de zee. Ja, beste mensen, Frank. Ik heb het een en ander over jou verteld. Hè. Ik heb de mensen een inkijkje uitgegeven. Ik wil je nog even vertellen. Hè, van, jij was er ook bij, 2 weken terug, bij GOV GZTW 52.
kregen we een aanvraag binnen of er iemand lid kon worden. Ja, jullie weten allemaal wat 52 voor staat. Dus op zich ligt die lat niet heel erg hoog. Maar in dit geval wel. Er was iemand die wilde lid worden. En wij zeggen nee, die kuil die is ook te stom voor ons. Die is zo dom, dat is niet normaal. Het schijnt dat ze het nou Prins van Heumen gemaakt hebben. We gaan dan toch over, ik zou het niet zeggen, bij mij naar wel een heel bijzonder moment. En dan wil ik eigenlijk vragen of jij even bij mij op het podium wil komen. Vraag je toch, het is voor iemand anders, het is niet voor mij. Dus we gaan het even niet over jou hebben. Oh. Nou, doe maar hier, ik heb hem mooi hier gestaan. Dat kan makkelijk. Frank, jij bent naast Prins, ben je natuurlijk ook een hele goede zanger van 3-10. En ja, helaas is het andere lid er niet, die is verhinderd op dit moment, die moest daar net naar huis. Maar we hebben wel een manager. En die manager die doet heel veel hier in het dorp. En die willen wij graag even in het zonnetje zetten. En ik wil graag Frank de Wild vragen om even naar voren te komen. Het is nou even jouw moment. Er zijn een aantal mensen geweest hier in het dorp. Die hebben gemeend om, wat jij heel veel hier voor het dorp betekent, om iets speciaals voor jou te regelen. En ik heb de eer om dat jou te gaan voordragen. En om jou dadelijk samen met iemand anders iets te mogen overhandigen. En het is best wel een speciaal moment. Ik zou eigenlijk willen vragen of iedereen hier in de zaal even zou willen gaan staan. Ik kan jou iets voordragen, Frank. Ik heb uiteindelijk hebben wij een brief binnengekregen. Die ga ik een groot gedeelte van voordragen. Ik zal het niet helemaal doen vanwege de tijd. En ik vraag inderdaad even om stilte. Geachte heer De Wild, op 8 september 2015 is bij de gemeente Heumen Gelderland een aanvraag ingediend om u een koninklijke onderscheiding te verlenen. De onderbouwing van dit verzoek werd onder andere het navolgende naar voren gebracht. Frank De Wild zet zich al jarenlang belangeloos in voor vele verenigingen binnen het dorp. Neder-Rasselt, gemeente Heumen. Frank is gedurende 10 jaar jeugdleider, trainer bij voetbalclub Dioza. Frank zit gedurende 5 jaar in het jeugdbestuur van voetbalclub Dioza. Frank heeft 5 jaar lang deel uitgemaakt van het Oranje-comité in Neder-Rasselt, waar het comité vele activiteiten voor jong en oud in Neder-Rasselt organiseert. Klopt nog allemaal? Oké. Frank heeft al 5 jaar lang vele taken op zich voor carnavalsvereniging De Wielwaaiers. Frank is 2 jaar voorzitter van de commissie die de pronkzittingen in Neder-Rasselt organiseert. Daarnaast spant Frank zich voor vele personen en organisaties in, onder meer op het gebied van websites, digitalisering, naamsbekendheid. In kleine dorpsgemeenschappen als Neder-Rasselt zijn dit soort personen die vele taken naar zich toetrekken, verantwoordelijkheidsgevoel hebben en waar nodig een extra stap zetten, onmisbaar. Dat Frank zich op deze jonge leeftijd al zoveel heeft ingezet voor het dorp is bewonderenswaardig. Door het uitvoeren van deze genoemde activiteiten zijn wij van mening dat Frank De Wild bijzondere verdiensten voor de samenleving van onze dorpsgemeenschap heeft getoond. En dat verlening van de koninklijke onderscheiding daarbij op zijn plaats zou zijn. Dit zal naar onze stellige overtuiging voor hem ook een erkenning, maar zeker ook een motivatie zijn om zich voor deze dorpsgemeenschap te blijven inzetten. Tot slot verzoeken wij u in overweging te nemen om de uitreiking niet tijdens de algemene gelegenheid op 27 april 2016, maar op een nader vast te stellen bijzondere gelegenheid te laten plaatsvinden. Hopen op uw positieve besluit, mede ondertekend door John van Uden, voorzitter carnavalsvereniging Wielwaaiers, Hans Willems, voorzitter voetbalvereniging Dioza, Bram Hofmans, voorzitter sportclub Dioza. Gaat de brief verder. Middels de daartoe geëigende procedure is deze aanvraag door de burgemeester van Heumen, de heer P. Mengde, in behandeling genomen en geverifieerd. Waarna de commissie van de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland geadviseerd is dat u naar zijn oordeel decorabel bent. Hierop heeft de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland op zijn beurt het voorstel tot verlening van een koninklijke onderscheiding aan het kapittel voor de civiele orde gepresenteerd. Na toetsing aan het reglement op de orde van de Nederlandse Leeuw en de orde van Oranje Nassau heeft het mij, zijne majesteit de Koning,
Majesteit de Koning der Nederlanden, sorry, Prins van Oranje-Nassau, mogen behagen u de heugelijke mededeling te kunnen doen dat naar aanleiding van voormeld verzoek tot benoeming van u tot lid in de Orde van Oranje-Nassau is besloten dat u een dikke lul kan krijgen. Ik snap dat bij jullie de lat niet zo hoog ligt in Neder-Asselt, want dan zou Prins Frank nog meer ballen doorlaten. Helaas ben ik niet in de gelegenheid jou deze teleurstellende mededeling persoonlijk te doen. Maar Max is na een vrijertje en de oppasser ziek, ik moet op de kindjes passen. Fijne avond, groeten Willempie. Zijn, hè? En nou weer toch staan samen aan het eind van mijn verhaal, dat ik de mensen hier nog meeneem aan onze laatste gezamenlijke actie eigenlijk. We waren in de rechtbank en voordat ik dat vraag, wij gaven aan hè, dat wij voor democratie zijn. Dat gewoon de meerderheid bepaalt, niet alleen de heerser bijvoorbeeld. En ik denk dat veel mensen in de zaal hier met mij eens zijn dat ze voor democratie zijn. En mag ik even handjes zien wie er allemaal is? Ja. De rest zal wel niet begrijpen wat het is, maar denk ik. Maar goed, dat maakt niet uit. Onze advocaat, Dick advocaat, die zei dat ook tegen de mensen in de rechtszaal. Die zegt van wie is er hier voor democratie? Nou ja, iedereen stak de vinger op, inclusief de rechter. En nou zegt Dick, dan moeten Ben en Frank vrijgesproken worden voor deze groepsverkrachting. Ze hebben vooraf gestemd, 5 waren voor, 1 tegen. Ja, dat is nou een democratie. Goed beste mensen, mijn verlof zit erop. Ik ga er vandoor. Kun je nog wat meegeven in de gevangenis? Dan moet ik dadelijk weer naartoe. Dan is het niet meer zo leuk. Voorheen was dat op zich best wel prima. Tegenwoordig treed 2 keer in de week voor een party op. Dus mensen, pas even op voor je misdaad begaat. Want die oren die beginnen al wel een beetje te zuizen. Kom niet dat ze komen vandaag. Je weet het niet. Goed, beste mensen, tot ziens. Mijn verlof zit erop. Die OSA staat voor, dieren is ons streven altijd. Thank you.
fantastisch. Ik wil ook jullie het publiek bedanken. Jullie waren fantastisch. Een hartelijk applaus voor jezelf. We vergeten in ieder geval de bediening van ons dorpshuis niet, want die hebben hier dus ook de hele avond rondgelopen. En ik hoop dat ze er al voor meer zijn. Dus daar gaan we een hartelijk applaus voor. En dan zien we graag alle deelnemers nog even terug op het podium, jongens. Kom maar. Ze nemen videoclips op en er worden volop nieuwe nummers uitgebracht.
en heren, wielwaaiers, wielwaaierinnen, rorenschutters, rorenschutterinnen. Dank voor jullie komst en we gaan kijken en luisteren naar Voor Party! Adio, Mexico.
Mexicana, ook die kleine mazzarella, maar doet zien. Fiesta, fiesta Mexicana, dus hoe het ze dan ze gitaar in screen. Bonita Pepe, ja iets waar, zaaien op de mavobaie, maar hup. Fiesta, fiesta Mexicana, maar we zoeken wie we die lieve toekomst brengt. Zo'n kamertje, dat ik was je stonden weer af, je tiska. Waar je niet voor zich ook in, waar we ons ja weer zien bij eigen. Fiesta, fiesta Mexicana, dan ben je alles hier zo schön wie het maar was. Hossa! Ja, la, 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 Fiesta Mexicana, wat de dieren alles zo schön, die jaren de zee, nou ben ik wel wieder da. Hossa, 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 olé! Dankjewel! Zo, ja. Zeg maar, wie een ontzettend gezellige avond gehad. Onvoorstelbaar, die artiesten die hier allemaal voorbij gekomen zijn. Hè? Ik bedoel, verschillende tonsprekers die we hier gehad hebben. Jongens, chapeau voor het kleine dorp hier in Nederland. Dat wij dit hier toch nog even voor elkaar gekregen hebben. En dan denk ik vooral met dank aan de organisatie. Zijn we dit wel weer voor elkaar? Helemaal super. We hebben er lang over gehad. We gaan snel verder met het volgende nummer. Het is er eentje van onze CD. Altijd feest. Nummer 4 geluid. Schatje, ik heb voor jou alleen een foto.
Zag je? Dat was geen foto. Het was nee, dat was geen foto. Het is wel een Tsuga. Top, hè? Het is een Tsuga. Ja, dat is Tsuga. Goed, die ben ik zo. Volgende nummer wat we gaan doen, dames en heren. Komt uit de Duitse lekkere up-tempo. Van ooit het nummer van Ronald Pijzer. Joanna! Joanna, geboren om liefde te geven, verboden het träumen en leven, en vragen aan de woorden. Wie was die gegen het af wie daarin? Und ik sta voor wie? Ganz klein zo dünn. Und dein Wunsch flog mir entgegen, doch machte mich verlegen. Ein Gefühl, das wächst, verloren schien. Shoot.
veel niets uit te wekken. Een vriend die staat altijd paraat. Maar kom me niet aan met iets onschuldigs, want daar deed ik echt zo doorheen. Jij kunt me echt alles vertellen, want een vriend laat jou nooit alleen. Okay.
Het plafond eruit, dus we schreeuwen met z'n allen voluit.
Zullen.